De buitenhaven van Waalwijk, waar wij nu liggen, die wordt helemaal aangepast. Er komt namelijk een nieuwe containerterminal hier, waar voorheen de jachthaven was. Daarvoor moeten wij helaas ook weg, want hier komt een grote wachtkade, gaan ze hier maken. En daar passen wij niet meer in het plan, ook vanwege het scheepvaart wat voorbij komt. We zijn nu in gesprek met de gemeente Waalwijk voor een alternatieve lichtplaats in de binnenhaven van Waalwijk. Dat is hier een stukje verderop voorbij de sluis. Daar zijn we nu mee druk bezig met de plannen uitwerken. Dus met name hoe we komen te liggen, welke voorzieningen we krijgen, of het diep genoeg is de haven. Nou, dat zijn allemaal dingen die meegenomen worden in het plan. En ook onze zelfletten, die gaan we eerst wel mee verhuizen. Maar dat komt voor het zomerseizoen, wanneer wij zeilen. Zijn er de ideeën om een nieuwe steiger in de buitenhaven te houden. Waardoor wij met onze zelfletten niet door de sluis heen hoeven. Ja, als dat moet, dan heb je weinig te zeggen. De gemeente beslist. De bedoeling is dat die grote containerschepen van 130 meter lang en 15 meter breed hier straks in een nieuwe haven komen. Ja, daar moet je ruimte voor hebben, dat is niet anders. In eerste instantie kwam het wel een beetje rauw op ons dak natuurlijk. Want een paar jaar geleden begonnen ze echt plannen te maken met de nieuwe containerterminal. Waarbij het toch wel eigenlijk ervan uit werd gegaan dat we weggingen. Maar ja, we liggen hier best wel heel erg mooi. We kunnen gaan wanneer we willen. We hebben geen sluis die we nodig hebben. We kunnen gewoon losgooien en een stukje gaan varen. Dus dat was wel zo van, ja, wacht even, maar waar moeten we dan heen? Nou ja, deze plek was onze plek. Wat ideaal van deze plek is, dat je met je vletjes zo de Bergse Maas op kan. En daar moet je nu voor naar buiten. Dat was vroeger makkelijker.